Sessio Ame, The Man with the Silver Tongue. Michael Girard bezong de overleden Weense kunstenaar Rolf Schwarzkoppel, een actionist die om het leven kwam in 1969. De meest recente CD van Michael Girard is er een samen met zijn band The Angels of Light. En die CD heet, heeft een dubbele titel, Everything is Good Here, Please Come Home. Hij werd uitgebracht door Girard zelf op zijn uitgeverij Young God Records. Nu dan, voor de sessie, speelt hij die liedjes solo. En soms vraag je je af waarom toch die aandrang om die songs op te nemen met een band in de studio. Want dat betekent toch een dure studio, een hoop gedoe, organisatie, sociale problemen. Maar Michael Girard, hij begon met zijn band Swans begin jaren 80 al, is in dat opzicht nog van de oude stem. Hij houdt van de studio en hij werkt ook thuis niet met een computer of een programma als Pro Tools om zijn muziek op te nemen. Well, I don't do what I guess a lot of other artists do, which would be to use Pro Tools and things like that. No, I just set up a mic on my desk and play and sing into the microphone. That's it. I like the very simple presentations of the music, but also, of course, I like going into a studio and letting my imagination run wild as it drains my bank account simultaneously. I made a record in a room with a friend of mine, using Pro Tools and that kind of thing. It was good, but I much prefer also being in a studio where there's a big room and mixing desk and compressors and sound like that. You know, maybe that's old school. The record I made on Pro Tools was with Dan Mansford. It's a filter. That's called What We Did. And it was strange because after that, that was the next record of my own music that I made, was this new album. And I was a bit scared of going into the studio and not being able to see the music on the screen, which is a really kind of strange thing to think about. As a musician, that suddenly you become addicted to having to see visual waveforms. So, but it was a good thing to go back into a real analog studio. Michael Girard is productief, zowel als muzikant als uitgever. Hij maakte een CD dus ook met